Dus ik wist nooit dat mannen zo vrij geld geven aan vrouwen alleen voor lust. Dus ik, ik praat net met een groepje dames. Die, en zo'n dame krijgt 400 en 500 euro per dag van, van haar vriend. Dus ik denk van, ik vraag er gelijk van, maar wat doe je met al het geld? Want een dame kwam met een Passaat uit doos, we ruiken nog steeds lekker. Weet je, ik denk oké, okay, helemaal vol merk. Ik vraag wat, waar woon je? Ze woont gewoon in een flat. Twee kinderen. Ze denkt alleen maar materialistische dingen. Nu gaan we verder in het gesprek. Zegt ze gewoon van ja, maar ik denk dat hij nog meer schatjes heeft. Maar ja, zolang, het niet, uh, uh, zolang ik niets weet, dan uh, vind ik het niet erg. Ik zeg oké, okay, oké. Okay. Dus ik zeg tegen haar, ik hoop dat hij vreemd gaat. Ik hoop het. Want in die tussentijd, dat, hoe lang gaan jullie? Ja, bijna twee jaar. Dus in die twee jaar heeft hij je 500 euro per dag gegeven. Is een fortuin. Ik wil niet eens uitrekenen wat het is. Hij heeft je een fortuin gegeven en je hebt het gewoon voor bras. Je hebt het gewoon met je vriendinnen. Ik zeg, hun zijn niet je vriendinnen. Dus ze hebben je nooit gezegd dat je een tokootje kan openen, investeren in een, in een, in een stukje grond in Suriname of Curaçao of waar jullie ook gaan met vakantie. Jullie gaan gewoon naar Dubai, jullie gaan naar waar jullie willen. Net alsof. Zo'n so, man altijd geld gaat verdienen op straat. Dus jullie, jullie, jullie leggen niet eens een fundering van hem. Stel het gaat fout dat hij bij jou. Jij valt nu. Jij bent zijn ruggengraat nu. Maar waar is die van hem? Hij heeft niet. Ja, maar ja, dat moet hij weten. Ik denk van. Ik, ik zeg tegen dat ik hoop dat hij vreemd gaat. Ik hoop dat hij vreemd gaat met iemand. Die het wel snapt. Dus gewoon dat ze gewoon Gucci, mensen vriendin op die keel van jou gaan. Gewoon van: oké, okay, ik krijg 10k. Ik ga investeren in iets wat ik geloof, of in mijn kinderen. En dan verdubbelen we. En stel, het gaat, goed, het gaat helemaal fout, schatje. Dan heb je nog een: hier is je, hier is je kluis. Hier is je potje. Dan kan je weer beginnen met wat je doet. We hebben je. Ik hoop dat hij zo'n vrouw komt die, die gewoon nadenkt over, over alles. En niet zo'n nutteloze. Want jij bent gewoon onkruid in zijn tuin. Hij, 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 ziet, hij ziet een zonnebloem, maar in de toekomst wordt je onkruid. Dat kan ik je wel vertellen, want als het nu fout gaat... Denk je dat die neppe gespoten billetjes van jou het gaan helpen? Als, stel, stel, hij maakt het uit. Wat heb je dan? Ja, dan ga ik gewoon weer naar school. Precies daar, heel die passat kan je terugbrengen. Je kinderen moeten terug... Je gaat het slecht hebben. Want zulke vrouwen zoeken nog een man die weer geld heeft. Want ze kunnen het niet meer zelf. Ze denken dat hun lichaam hun ver gaat brengen. En ik hoop dat mannen die zoveel geld hebben toch. Zorg dat je vrouw inziet wat je aan het doen bent. Want het gaat niet altijd goed gaan. Ik ken heel veel mensen die vroeger, vroeger echt geld hadden. Miljoenen, nu. Notie, ze komen alleen maar met verhalen. Weet je nog, hé, hey, in mijn tijd. Boy, hoe ben ik wakker? Hey, in mijn tijd was ik de shit. Maar en nu? Hoe zit je nu? Nu loop je in de shit. Snap je? Als, we, als je vrouw al je geld gewoon eet, met merkdingen en zo. Mannen en vrouwen, want er zijn ook vrouwen die mannen voor zorgen. En dan loopt die man alleen maar bullshit te kopen. Wallo, aan Angadin Stronterij. Koop nieuwe Golf 7. Maar het is van vrouwtje. Hé, laten we investeren in elkaar. Als je zo iemand tegenkomt in je leven, toch? Zeg er gewoon van, schat, kan je patat gaan? Kan je even eten halen bij die restaurant waarvan je houdt? Je geeft er 100 euro. Zodra ze weg is, bel de sleutelmaker. Andere slot. Sluit er buiten. Zet die tassen gewoon bij de buren met een briefje bij die deur van je. Kan je spullen bij de buren halen? Dit is niets voor mij. Je, zeg het gewoon. Want we moeten elkaar helpen. Dit is gewoon bullshit. Je kan niet met zo... Echt, ze gaat 500 euro per dag. Deze dame weet niks. Ze is gewoon nutteloos. Ze loopt gewoon rond. Ze zit gewoon... Ja, ik ga volgende week naar Marrakesh. Ik hoop dat je daar blijft. Ik hoop voor die man dat je daar blijft. Echt. Want niemand heeft niets aan jou. Je hebt twee kinderen. Die kinderen zijn vaker bij je moeder dan bij jou. Omdat jij gewoon denkt dat je geen kinderen hebt. Je wil gewoon reizen. Je wil gewoon vrij zijn. Een man gunt je die vrijheid om je 500 euro per dag te geven. En wat doe je ermee? Je verbrast het. Ik hoop echt dat. Als je zulke vriendinnen hebt. En je kent iemand die zo denkt. Brada, help er. Creëer zekerheid voor jou en je kinderen. Want die keel gaat weggaan. Geloof mij. Of hij raakt blut. En, hij, en je gaat van hem vervelen. Want meestal is het alleen om het geld. Je gaat van hem vervelen. En als je niet bij hem blijft, dan. Dan moet je het echt gaan zoeken hoe jouw karakter eruit ziet. En dan lijkt het echt op. Laten we gewoon zeggen alsof je een poep hebt getrapt, maar je kijkt naar je schoen. Dat is je karakter.